Dus ik ben als burgemeester van de stad ook apetrots dat we hier vanavond met z'n allen kunnen staan. En ik ga ervan uit dat de Foodhal een groot succes wordt. Breda nu. Je weet het meteen. De gloednieuwe Foodhal in Breda is geopend. In de voormalige bioscoop Casino Cinema zijn nu 19 verschillende keukens te vinden met eten om je vingers bij af te likken. En zou je misschien kunnen uitleggen hoe het idee van de Foodhal hier zo precies is ontstaan? Ja. Wij zagen een hele grote trend in de horeca waarbij mensen eigenlijk alles willen proeven, willen delen, samen beleven. En dat wilden we eigenlijk laten samenkomen in één grote zaak. Daarbij wilden we ook wel de expertise van allerlei verschillende keukens. Dus hebben wij ervoor gekozen om iedere ondernemer een eigen keuken te laten openen. Wij doen centraal de bar met de drank, met een hele leuke wijnbar, een bubble tea bar en ons eigen lekkere Casino Blond. Maar het eten laten wij over aan alle verschillende ondernemers die ieder voor zich daar dus een eigen expertise heeft. Maar laat zien waar we goed zijn in Breda. Het samenbrengen van geluk, het samenbrengen van mooie dingen. En daar is Foodhal heel erg belangrijk onderdeel van. Dus ik ben als burgemeester van de stad ook apetrots dat we hier vanavond met z'n allen kunnen staan. En ik ga ervan uit dat de Foodhal een groot succes wordt. Op de Foodhal, op Breda en op jullie toekomst. Dankjewel. En jullie staan hier nu in een mooie nieuwe Foodhal. Hoe vinden jullie het geworden? Ja, het is heel mooi geworden. Ja. Echt heel super, ja, geweldig. Anders. Kijk om je heen, zoveel sferen, zoveel leuke mensen, ja. Zulke mooie stands. Geweldig, heerlijk eten, goede sfeer. En wat is nou voor jullie zelf het grote verschil als horeca hier, zeg maar, tussen een restaurant in de stad en in zo'n foodhall? De sfeer, denk ik, onderling. Ja, onderling. Voor ons is het heel leuk dat de sfeer hier leuk is onderling. De culturen bij elkaar zijn, hè? Dicht bij elkaar zijn. Kijk, bijvoorbeeld lekker aan de bar zitten borrelen, je kunt hier met z'n allen zitten, eten. Je hebt allerlei mogelijkheden, dus daar heb je niet buiten in een restaurant. Er hebben zoveel mensen gereageerd via Facebook en alle social media dat ze komen en geïnteresseerd zijn. Ik denk dat het heel druk wordt. Ja. Ik denk dat het echt heel leuk is, heel spannend is. Ik denk voor Breda is het ook heel leuk is. Absoluut. Ik denk dat heel... Echt een chaos wordt, dat heel druk wordt. Dat belangstelling is heel groot is dan dat wij verwacht hebben, denk ik. Alle stands leeg aan het eind van de dag. Echt gewoon niks meer te halen. Allemaal kruimeltjes, allemaal iedereen dood op. Maar ja, super. Heel veel zin in ook. Ja. Nou, als ik een beetje kijk naar alle reacties op de social media, dan denk ik dat er aardig wat mensen minimaal een kijkje komen nemen. En hopelijk ook natuurlijk het een en ander proeven. Maar ik heb goede hoop. Nou, iets wat heel erg opvalt hierboven is deze grote muurtekening. Kun je daar wat over vertellen? Ja, klopt. Die hebben wij laten ontwikkelen door Stories on the Wall uit Eindhoven. Wij wilden hierboven echt een eyecatcher hebben wat eigenlijk alles vertelt over wat Breda en de Foodhal daarin is. En wij hebben een beetje lef gehad. Wij hebben hier op het scherm van de bioscoop hebben wij de openingsdatum, ik denk ruim 2 maanden geleden al laten drukken. Ervan uitgaande dat we het ook gingen halen om onszelf een beetje op druk te zetten om alles te gaan halen. Dus hier voor de mensen die eerder binnen zijn geweest, die konden al een beetje raden dat we vandaag open zouden gaan. Nou, wij doen binnen de Foodhal doen wij alles seafood. Dat betekent dat wij kreeft, krab, verse schaal- en schelpdieren gaan presenteren. En eigenlijk op dagelijks verse basis. Okay. En wat vinden jullie hier van het eindresultaat? Nou, we zijn trots, denk ik, mogen we wel zeggen, op ons eigen eindresultaat, maar ook op het resultaat van Foodhal. Ik denk dat het echt iets is wat Breda kan gebruiken. Het is ruimtelijk, het is chic, vind ik, op een bepaalde manier. Dus ik denk dat we eigenlijk voor alle doelgroepen wel een mooie plek zijn om te verblijven. En wat vind je nou zelf van het eindresultaat? Ik ben heel tevreden. Ik ben tevreden, ik ben trots. Ik zie allerlei nog mogelijkheden. Ik denk van, we kunnen nog veel meer leuke dingen doen. Maar voor nu echt om te beginnen, meer dan tevreden en trots.